Goeiedag beste kijkers en welkom erbij. Het is de ATV COVID-19 update en het is alweer de 28e aflevering. In dit programma brengen wij u informatie, inzichten, maar vooral updates over deze COVID-19 pandemie die de hele wereld in haar greep houdt en dus ook Suriname. Als we kijken naar de COVID-19 website kan ik het volgende aan u voorhouden. Nog steeds 10 personen positief getest op het COVID-19 virus. 7 zijn inmiddels genezen. 1 persoon is helaas overleden. En 280 personen zijn in overheidsquarantaine. Maar moet ik ook nog vermelden dat het laatste nieuws is dat een heel dorp aan de Boven Marowijnen in quarantaine is geplaatst. Waarom? Omdat er personenverkeer is geweest tussen dat dorp en dat dorp heet Tjabu. Tabiki en er is ook een dorp in Frans-Guyana waar positief geteste personen zijn en dat dorp is ook in quarantaine geplaatst door de Franse overheid en er is personenverkeer geweest. Tussen zeker 7 kinderen en 4 volwassenen zijn in contact geweest met een besmet persoon uit Grand Santi en de overheid had daardoor geen keus om het dorp onder quarantaine te plaatsen. En we hebben ook begrepen dat de mensen zullen worden getest. En dat is natuurlijk iets dat ons altijd zorgen baart, zijn onze grenzen. En het is weer eens bewezen. Onze gast van vandaag is de wetenschapper Christian Max Huisde. En hij is richtingscoördinator van de richting Milieuwetenschappen van de Technologische Faculteit van de Anton de Kom Universiteit van Suriname en is onze gast vandaag. Natuurlijk, hij is wetenschapper, heeft alles bestudeerd en met hem praten we over deze COVID-19 pandemie. Maar in dit programma vragen we altijd eerst hoe het met u gaat, hoe gaat u om met deze hele situatie? Ja, goeiedag kijkers en presentator. Het is natuurlijk een heel spannende tijd voor Suriname als land. Als wetenschapper ben ik eigenlijk hier al een tijdje mee bezig, vanaf eind januari. Eigenlijk vanaf begin januari, maar eind januari was ik volgens mij de eerste die vanuit een wetenschappelijke hoek aan de noodklok heeft getrokken voor Suriname, omdat ik dus zag wat er zich afspeelde en wat onze richting opkwam. Yeah. Toen de tijd was het nog een kwestie van, het speelde zich overwegend af in Azië, yeah. Met name China, Wuhan. Maar de kenmerken van dit virus, die waren zorgwekkend. Met als gevolg dat het dus voorspelbaar was dat het eerst een endemie en toen een pandemie zou worden. En natuurlijk moesten wij als Suriname zwaar gaan zitten op preventie. Daar heb ik ook op gewezen toen. Omdat de enige manier waarop wij eigenlijk deze situatie aankunnen is door voorkomen, ja. Zwaar preventie. Omdat ons medisch systeem heeft haar beperkingen. Ja. Ja, we zijn een ontwikkelingsland. En gezien dat feit, en ook gezien het feit dat onze grenzen inderdaad niet 100% afsluitbaar zijn, ja. Zouden we eigenlijk een stapje voor moeten zijn. We zouden wat in de wereld gebeurt, ja. Niet alleen als een leermoment, maar als een early warning system. Mm-hmm. En als een early learning system moeten gebruiken om een stapje voor te zijn en eigenlijk preventief voorzorgsmaatregelen te treffen. En als we kijken naar het aantal gevallen, als we vergelijken met onze buurlanden en de rest van de regio en de wereld, zien we dat het toch wel onder controle is gehouden. Kunnen we zeggen dat de overheid toch, despite wat u zegt, dat het ze een beetje laat zijn ingekomen, dat we het toch goed hebben gedaan om het toch binnen de perken te houden? Zeker wel. Er is hard gewerkt, niet alleen vanuit de overheid, maar eigenlijk alle Surinamers mag ik een compliment maken. Omdat we vooral in het begin deze situatie toch relatief serieus hebben genomen. Ja. Natuurlijk als je komt met drastische maatregelen, dan heb je altijd een lag time. Ja. Dus zaken gaan niet meteen in werking kunnen treden. Maar ja. Ik weet wel dat achter de schermen er hard gewerkt is. Ja. Helaas zijn de maatregelen waar ik met name voor pleiten zijn pas getroffen, eigenlijk op de dag dat de eerste persoon positief werd getest in Suriname. Dus eigenlijk hebben we de kans gemist om ons land 100% vrij te houden, waardoor we een beetje vrijer konden moven. Dus het luchtruim eerder sluiten?
Ja, niet alleen het luchtruim, maar voornamelijk ook de grenzen. Ja. En toen de tijd konden we praten over gebieden, risicogebieden. Toch nu is eigenlijk overal is een risicogebied geworden. Ja, ja, precies. Maar toen de tijd hadden we de luxe om te kunnen selecteren van daar is het een probleem. We gaan de vluchten van die kant uit of we gaan de grenzen van die kant uit gaan we sluiten en zwaar monitoren. Oké. Okay. En als wetenschapper, wat kunt u ons zeggen? Ik denk dat uw richting waarvoor u gestudeerd hebt zich toch in enige mate bezighoudt met deze ziekte? Ja, dus niet zozeer de richting waarin ik werkzaam ben, maar meer mijn achtergrond. Ja. Ik heb een medische achtergrond. Ik heb dus een farmaceutische wetenschap gestudeerd. Ja. Ik heb moleculaire biologie gestudeerd. En ik heb leiding mogen geven aan een laboratorium in Amerika voor een aantal jaren. En dat was een toxicologisch lab. Okay. Dus ik ben eigenlijk bekend met virussen en de gevolgen daarvan. Opmerkelijk is dat dit specifiek virus zich eigenlijk op een bepaalde manier heeft ontwikkeld, waardoor het zorgwekkend is. U weet, in december, januari was het inderdaad een nieuw coronavirus. Ja. Maar de wetenschap heeft niet stilgezeten. Men heeft veel onderzoek gedaan en deze onderzoekingen komen nu in de vorm van wetenschappelijke publicaties uit. Ja. En daar kunnen we lering uit trekken als wetenschappers. En opmerkelijk is dat waar wij wisten dat dit specifiek virus, de ACE2-receptoren, met name in de longblaasjes, daar een interactie mee ondergaat, met als gevolg een longinfectie. Ja. Men noemt dat een acute respiratory distress syndroom, waardoor mensen dus op een gegeven moment niet meer kunnen ademhalen en dus bijstand nodig hebben daarbij. Nu blijkt dat deze ACE2-receptoren ook in andere sleutelorganen voorkomen, zoals de nieren, de bloedvaten, het hart, met als gevolg dat een heleboel jonge mensen internationaal momenteel sterven aan bijvoorbeeld strokes of aan hartinfarcten en nierfalen en dergelijke. Iets dat we in het begin eigenlijk niet, toen was het nog niet zo duidelijk. Hè? Ja, ja, precies, want er wordt gefocust op de longen. Precies. Ja, toch? De longen, dat is nog steeds de voornaamste doodsoorzaak. Dus de mensen verstikken eigenlijk in hun eigen vocht. Long. Ja, vocht is wel een gruwelijke dood. Dat klopt. En het is heel erg, omdat vanwege de besmettelijke aard kunnen de mensen geen bijstand krijgen van geliefde familieleden en dergelijke. Dus het is niet alleen een gruwelijke dood, het is ook een heel eenzame dood. Mm-hmm. En dat is toch wel erg. En met preventie kunnen we een heleboel ellende voorkomen. Mm-hmm. Wat we momenteel zien, is dat internationaal een heleboel mensen dus overlijden vanwege die andere effecten van deze ziekte. Dus bijvoorbeeld strokes. Hartaanval. Ja, dus hartaanval, maar ook een herseninfarct en dergelijke. Dus de vraag is eigenlijk of we niet een onderschatting hebben gemaakt. Niet alleen in de doodsoorzaken, want niet in alle gevallen worden er autopsies gedaan. Dus als iemand bijvoorbeeld in het verleden, en dan praat ik over de afgelopen 2-3 maanden, komt te overlijden aan bijvoorbeeld een infarct, ja. Ja, dan deed men geen autopsie en keek men niet eens in de richting van COVID-19. Okay. Maar nu blijkt dus dat ook een doodsoorzaak kan zijn ten gevolge van COVID-19. En wie bedoelt u met die onderschatting hebben gepleegd? Bijvoorbeeld dus, Suriname, de wereld, de wetenschap? Ik praat dus als wetenschapper praat ik vanuit de wetenschappelijke bronnen. Ja. Toch? Dus ik volg nauw de publicaties die uitkomen, het wetenschappelijk onderzoek, internationaal. Dus dat zien we nu gebeuren. Dus nogmaals, als Suriname kunnen we dus daaruit lering trekken. Mm-hmm. En we moeten eigenlijk proberen om als natie, om onze bevolking te beschermen, een stapje voor te zijn, niet alleen wat betreft preventiemaatregelen, maar ook wat betreft de medische interventies. Van wat kunnen we doen om ons voor te bereiden, want dergelijke situaties kunnen zich voordoen in Suriname. Oké. Okay. In Paramaribo onder andere, een heleboel mensen weten toch wel hoe gevaarlijk dit virus is. U heeft het net kenschetst. Maar toch zien we, als we de berichten volgen, als je in bepaalde buurten komt, dat het lijkt alsof mensen nog steeds niet begrijpen of niet willen begrijpen of het nog steeds zien als een ver van mijn bed show. Zou de regering daar strenger op moeten treden door de mensen
ik weet niet, te arresteren of ik zeg maar wat, of juist aan de andere kant de mensen zodanig moeten voorlichten dat ze het begrijpen en zelf die stap maken. Ja, dus ik denk dat het meer moet zitten in voorlichting. Omdat het karakter van deze ziekte, het is eigenlijk een sluipende ziekte. We weten dat het bijvoorbeeld asymptomatisch kan worden overgedragen. Dat is? Dat betekent, mensen kunnen ziek zijn. Ze kunnen het virus meedragen. Ze kunnen anderen besmetten. Mm-hmm. Maar ze weten niet dat ze ziek zijn, omdat ze geen symptomen vertonen. Mm-hmm. Ja? En deze groep mensen blijkt heel erg groot te zijn, want er zijn verschillende methoden van testen. Je hebt de polymerase chain reaction, dat is een PCR-test, waarbij men dus kijkt naar het genetisch materiaal, het voorkomen van dit genetisch materiaal in de mens die getest wordt. Ja, dus het genetisch materiaal van het virus. En je hebt de zogenaamde test, de antibody test, en dat is een rapid test, dat is een snellere test, maar daar kijk je eigenlijk van het voorkomen van antibodies tegen het antigen van dit virus. Mm. Dus als je daarnaar kijkt, dan zie je niet alleen de mensen die genezen zijn, dus die, maar je ziet ook de huidige patiënten, je ziet eigenlijk iedereen die te maken heeft gehad met een besmetting. Ja. En dat kan dus met die antibody test gedaan worden. Mm. En nu zien we dus dat grote aantallen mensen eigenlijk het virus hadden opgelopen en geen symptomen hadden vertoond. Ja. Maar als ik zeg van het is een sluipende ziekte, dan bedoel ik daarmee dus behalve die asymptomatische overdracht, ook het feit dat eigenlijk mensen die besmet zijn, landelijk, dus mensen die positief getest zijn en die dus in quarantaine zijn gesteld, in isolatie zijn gezet, dat die groep relatief klein is in vergelijking met het werkelijke aantal, omdat er niet voldoende gemeten wordt. Ja. Dus wat u zegt daar is dat er vermoed wordt dat er meer mensen met het virus rondlopen. Helemaal. Dus daarom zeg ik dat het sluipend is, want wat het gevaar daarin ligt, dat men dus een schijngevoel van veiligheid gaat ontwikkelen. Mm-hmm. En daarom heb je dus dat mensen, zeg maar, ze zijn misschien 1 of 2 weken of 3 weken, zijn ze voorzichtig geweest. Maar ze zien dat het lijkt alsof er niets aan de hand is, met als gevolg dat die maatregelen gaan verslappen. Mm-hmm. En als overheid kan je de mensen dus in een bepaalde richting dwingen. Maar zolang men het besef niet heeft van waarom, krijg je de mensen niet 100% mee. Precies. De mensen moeten het zelf ook begrijpen. Precies. Dus dat begrijp ik best. Ja. Dus, maar aan de andere kant, het testen is ook een hele dure zaak. Dat klopt. Men test alleen als je de verschijnselen vertoont. En u zei net van, niet iedereen vertoont die verschijnselen. Precies. Dus rijke landen en de meeste data die we internationaal zien op het nieuws of in de wetenschappelijke publicaties, komt uit rijke landen. Eigenlijk dus landen die het zich kunnen permitteren om te testen, niet alleen de mensen die ziek zijn of symptomen hebben. Maar eigenlijk iedereen die zich aanmeldt kan getest worden. We zien in rijke landen zien we filevorming. Ja, we zien auto's in kilometers lange rijen voor mensen die gewoon willen gaan testen. Ja. Van hoe zit het met mij en mijn gezin en mijn familie. Met als gevolg dat die landen een beeld krijgen van het aantal besmettingen in hun populatie. Wij doen dat niet. We is het daarom niet dat het zo gebeurt in Amerika dat er zoveel steeds meer mensen bijkomen? Precies. Omdat ze, want we hebben begrepen dat ze meer testen. Ze testen meer, maar kijk, een ander aspect dat sluipend is, is dat als je kijkt naar het verloop van deze ziekte in andere landen, dan zie je dus dat in eerste instantie, net als in Suriname, je een handjevol mensen hebt die besmet zijn. En dit handjevol mensen die besmet zijn, die geeft later eigenlijk toe dat men denkt van, het is niet zo erg gesteld. Ja? Ja. En het gevaar daarin is dus dat men die maatregelen gaan verslappen, niet alleen, maar de aard ervan wil dat ongeveer 6 tot 8 weken na de eerste gevallen, dat we dan een exponentiële groei zien van mensen die zich aanmelden bij de ziekenhuizen vanwege de symptomen die ze vertonen. Mm-hmm. Dus wat ik daarmee wil zeggen, is dat vanwege het feit dat wij relatief weinig testen in Suriname, het moment dat mensen zich gaan aanmelden met symptomen, nog kan komen. Dus in die 6 tot 8 weken,
die we zien in het buitenland, daar zijn we nog niet. Dus we moeten nog zeker die preventieve maatregelen heel serieus nemen. Nog steeds doorgaan en die heel serieus nemen. Ja. En ja, het binnenland, er wonen mensen daar, is nog steeds een heel erg zorgenkindje van de regering, van ons allemaal. Hoe zouden we daarmee moeten omgaan? Het is uitgestrekt, mensen wonen niet bij elkaar, maar gespreid. Ze hebben toch wel contact met de Brazilië, Frans-Guyana, ik denk zelfs wel ook Guyana. Er is gewoon normale personenverkeer. Ja, dus dat is een zorgwekkende situatie. Dus het feit dat mensen verspreid wonen, dat is een plus. Omdat waar deze overdracht plaatsvindt, is met name door personencontacten. Ja. Dus als je hebt dat bijvoorbeeld een dorp van een beperkt aantal personen een besmet geval daar had, kan je het dorp in quarantaine zetten. Als het een stad was, dat hebben we ook zien gebeuren, van tientallen miljoenen mensen, dan moet die stad in quarantaine. En dat is een veel grotere operatie dan een dorp van 200 mensen of van 50 mensen. Dus het heeft voordelen, maar natuurlijk het feit dat het de grenzen overschreden worden, het grensoverschrijdend verkeer met de buurlanden waar toch meer mensen positief getest zijn, dat is zorgwekkend. En dat moeten we proberen in te dammen en voorkomen. Okay. En u zei in het begin van, als wetenschapper was u ook een van de eerste die aan de bel heeft getrokken. U heeft adviezen uitgebracht aan de regering, neem ik aan. Zijn die opgevolgd? Doet u dat nog steeds met adviezen aan het management team? Ja, dus in eerste instantie, toen ik aan de bel trok, dat was ergens eind januari reeds, begin februari. Toen heb ik vanuit drie invalshoeken, dus als wetenschapper, als richtingscoördinator en ook als een actieveling binnen andere organisaties, heb ik toen brieven gericht naar alle sleutelorganen eigenlijk. BOG, Ministerie van Volksgezondheid, de minister zelf, naar de Nationale Assemblée, de voorzitter zelf, naar het kabinet van de vicepresident, van de president, buitenlandse zaken, noem maar op. Dus iedereen heb ik eigenlijk meegenomen die een belangrijke rol NCCR hierin zal gaan vervullen. En met name met het BOG heb ik kunnen sedert toen een heel goede verstandhouding opgebouwd, waarbij ik hen dus eigenlijk de wetenschappelijke informatie die ik internationaal mag bestuderen, dat ik dan deel met deze instanties. En ik moet zeggen dat een heleboel van deze informatie wordt serieus genomen en je merkt het ook bij de overwegingen, de stappen die men neemt ter preventie. Oké, dus het kan wel goed komen, ook met een vaccin? Wel, een vaccin is een heel andere toestand. Hè. Een vaccin is een long-term approach, omdat je bij een vaccin eigenlijk mensen preventief gaat behandelen om te voorkomen dat er een uitbraak is. Ja. Momenteel zien we een interessante ontwikkeling, dat is in Australië, waarbij men eigenlijk door deze ziekte heen is gegaan, maar nu een seasonal change krijgt. Daar gaat het winter worden. En de vraag is, wordt COVID-19 een seasonal disease? Dus gaat die elk jaar terugkeren of niet? Ja. Dus Australië is nu een spannende case om te kijken van wat gaat er daar gebeuren. Okay. En het vaccin, daar werken wetenschappers nog aan. U zei het is long term. Binnen hoeveel termijn kunnen we een vaccin verwachten? Ja, dus onder normale omstandigheden kan je een vaccin verwachten na 12 tot 18 maanden. Dat zijn normale. Er wordt nu heel hard gewerkt om die tijd korter te maken, zodat mensen over een vaccin kunnen beschikken. Ja. Maar een vaccin is niet onze eerste prioriteit op dit moment. Ja. Onze eerste prioriteit in de medische wereld is om symptomen te bestrijden, om te voorkomen dat mensen overlijden. Preventie dus. Ja, dus niet alleen preventie, maar ook het genezingsproces van de mensen die reeds ziek zijn. Dat is een challenge. Oké, houden uw woorden vast. Dank u wel, dokter Christian Max Huisde. En hij was onze gast vandaag in deze 28e aflevering van onze ATV COVID-19 update. En zoals we ons programma ook altijd eindigen, volg de voorzorgsmaatregelen uitgevaardigd door de overheid en de gezondheidsinstanties op de voet. Neem ze ter harte. Was altijd je handen. Ons met een sanitizer. Hoest of niest in holte van je elleboog.
En we zien vaker, vooral bij de banken, dat mensen in lange, ellenlange rijen staan. Houd ook daar de afstand van zeker 2 meter. Dan weet je dat je er goed voor staat. Want behalve de symptomen bestrijden, moeten we ook voorzichtig zijn. Want ons gezondheidssysteem is er niet op berekend. Dus het is het beste dat we de ziekte niet oplopen. Dat was het dan voor deze keer. Ik groet u en een hele fijne dag verder. Tot morgen. Dag.